Hallo beste mensen, welkom bij KH-Place. Leuk dat jullie kijken bij een nieuwe YouTube-kanaal. Daar beste mensen zijn we dus namelijk aan het filmen. Ja, ik heb dus namelijk nu een gloednieuwe film-app gedownload. Het stond op dat het gratis was, dus dat zal het zo zijn met de vorige. Dat was namelijk NCH Shoot. Dat stond ook op dat het helemaal gratis is. Dat was de beste gratis app was van 2018. Alleen omdat ze niet gratis na de tijd komt ook dat je toch moest betalen. En dat was een heel hoog bedrag. Dus ja, dat vond ik dus inderdaad niet zo nice. Maar ik heb dus nu namelijk een nieuwe film app. Niet heel het scherm staat erop, zo van boven, een stukje weg. Maar dat kan geen kwaad. Wat we vandaag gaan doen mensen is, we gaan Roblox filmen. Je ziet hier zo die icoontjes hier. Die ga ik nog afdoen, maar dat zal later gebeuren. Want ik had daar net ook een film app gedaan, dat die allemaal ging. En nu blijft dat erop staan. Maar ik ga proberen dat eraf te krijgen de volgende keer ofzo. En dus hopen dat het dan marcheert. En zo dat deze app ook heel goed werkt, ja, dan kan dat dan misschien kwaad. En dat ik dat gemakkelijker kan opslaan, want OBS marcheert bij mij ook niet zo goed. Spooky. Oké. En we gaan dus naar vandaag Roblox spelen. Ik heb Roblox nog niet zeg. Ik heb Roblox nog niet zo echt super lang, maar toch nog wel een tijdje, ja. Wij gaan vandaag naar een game spelen, zogenaamd Jailbreak. Waar staat die game weer? Ja, ik heb er veel gespeeld. Ik heb het niet meer kan zien. Maar Jailbreak heb ik nog niet zo lang geleden gespeeld hoor. Ik heb ook Sushi Tycoon gespeeld, omdat ik van Sushi hou. Heb ik daar ook eens gespeeld en dat vond ik super leuk om eens te proberen. Maar alleen doe ik dat niet zo heel vaak. En dan moet je ook zo'n sushi huis bouwen en zo. Ik kan daar best gewoon op staan. Maar joh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er, bro? Ah, oh, als ik niet de Roblox ook traag ga werken. Ah, oh, als ik niet van wil. Ik wou dat het goed marcheert. Roblox gaat tenminste nog. He? Was mijn skin. Was mijn skin. En ik heb nog niet eens. Hey dude. Wat de heck? Wat de heck? Zeg je dat? Hey, ben ik een crimineel of wat is dat? Ik weet het helemaal niet mensen. Kom op. Ik heb 80.000 euro. Oh, allee. Kan ik naar buiten? Was de kind altijd opgesloten in een klein kotje. I don't know bro. Eindelijk, ik zie mijn skin. Oké. Okay. Oh, ik ben een crimineel, of hè? Ja? Kom maar wat met buiten. Wat is dit? Oh my god. Wat is dit? I don't know. Maar het werkt heel traag. En het doet ook een beetje raar. Het kind ziet er goed uit. Met een nieuwe t-shirt. Ah, kom op. Dit is niet meer leuk. Kom maar, laat me buiten. Wat de heck? Kan ik zitten of zo? Dat kan ik wel. Dan kan ik bellen naar mijn mensen. Dat ga ik niet doen. Kan ik dat hieruit inslagen of zo? Ik denk dat ik zo kan het snappen. Oh, nee. Hey mensen, help mij. Ik zit vast in deze kamer. Oh, er is niemand die mij kan helpen. Hé, hey, zo ziet het er grappig uit. Ik ga het nog eens doen. Kom op. Ah, nee, dat gaat niet meer. Wow. Eindelijk, mensen, het is klaar. Oké, wat gaan we worden? Politie of prisoner? We gaan elke keer als we hier Jailbreak spelen afwisselen. Vandaag is politie, volgende keer is prisoner. Ja, en dan elke keer weer afwisselen. Ja, want nu zijn er ook heel weinig politici. Dus gaan we beginnen met politie. Oké, okay, ik ben politieman. Waar zijn mijn kleren? Oké. Okay. Mevrouw, jij gaat dit ontsnappen. Oh, neem je handboeien. Mevrouw, jij gaat niet ontsnappen. Kom op. Arresteer. Yeah, we hebben de mevrouw gepakt. Ik wil even nog eens op schieten. Opschieten. Dan heeft hij wel zijn lesje geleerd. En mevrouw, je gaat niet nog eens opsnappen. Tada. Want je weet dat ik slim ben. Ja. En ja, je weet mensen, ik ontsnap ook. Ah, politie. Ik heb veel te wapen. Dat ik al eens heb gekocht. Jullie even een politie pakken. Maar je ziet toch altijd die loop staan.
Roetje na zitten. Is dus zeker grappig, hè? Even een verrekijker mee. En ik neem ook even. Oh, ik kan deze wapen ook nemen. De wapen neem ik ook toch normaal. Oh, speciaal kan ik. Wat? De wapen heb ik al. Kom aan, ik ga een helikopter nemen. Staat er een helikopter? Ja, er staat er een. Nice. Mevrouw, ik ga met de helikopter weg. Misschien heeft die ene mevrouw de nummers. Hoe is die lang weg? Oeh, ik ben een politieman met het meeste geld. Hé, wacht, mij. Ik heb het gewoon het meeste geld, 31.000 euro. Yo. Hé, wat ga je doen? Je met die andere die het tunnel van. Oh my gosh. Soms zijn er nog wel eens mensen die kunnen vliegen. Oh, ik ga naar de gunshop. Besef toch als je op het dak staat dat je dan. Ik wil even naar de gunshop gaan. Ik kan dus dat wapen wel nemen, maar niet bij de SWAT. Wat doe jij? Ga je doen? Oh, ik weet al wat ik kan doen. Oh, hij is al terug of wat? Maar hij is rap. Heeft hij niet of zo? Wat doe jij? Ah, oké. Okay. Uitkijken, we hebben een mooie helikopter. Die andere helikopter staat te koop. Ah ja, je mocht eraf. Ja, ga. Wat? Je gaat toch hier in die garage, hè? Ach, dat is niet eens mogelijk. Dan ga je toch niet meer uit kunnen. Hè? Oh, wauw, dit is een mooie skin. Oh. Je hebt er niet meer uit! Of toch wel? Ja, mensen, hij raakt er nog uit. Even onder kun je zien hoeveel minuten je aan het filmen bent. We gaan vandaag niet te lang filmen. Oké, okay, dus gaan we wat criminelen pakken en dan gaan we er. Hey, het kamp is daar. Waar zijn wat criminelen? In de stad zeker. Eén keer, dat kost keiveel. Eén keer kost ik gewoon elke keer het museum beroven. Heet u. Waar is hij naartoe? Ah, oké. Okay. Thanks, dude, van de helikopter. What? En die heeft hij dan nog letterlijk. Ah, oké. Okay. Ik mag hem rijden. Dat is vliegen bedoel ik. Oh. Dat zijn crimineel. Oh my god. Ouch! Hey mensen. Oh my god! Ik ga even die crimineel. Oh. Ah, wat gebeurt er? Ouch. Wat gebeurt er met mij? Ik ging gewoon liggen op mijn buik. Ouch. Wat? Allee, kom op. Snel. Wat de heck? Wat? Kom op. Dit is jammer nog eens. Ja, mijn helikopter is weg. Oh my god.
Oké, okay, wij hebben al één iemand te pakken. Allee, twee. Ik toch. Nu bij de diamantenwinkel is er ook iemand te zien. Nee, daar zal nog geen bank diamant beroofd zijn. Bij de bank? Ook niet? Oké. Okay. Ofwel? Nee toch. Dat kan je de Lamborghini niet kopen. Maar ook bij de crimineel bezig, natuurlijk. Ik heb ook een heel coole helikopter skin. Maar ja. Ik vind deze eerlijk gezegd een beetje mooier die van mij. Nou, kom op. Hey dude. Kom op, zijn er criminelen? Maar joh, zijn er veel, man. Ik heb weinig politie's. Hey. Oké, okay. Zoveel, man. Ah, ouch. Ja. De Vinci's locket. Dude. Zo kan ik het ook doen. Zit je te zien? Laat mij erin. Top criminals. Okay. Ik kan bijna de Lamborghini kopen, mensen. Wat? Oké. Okay. Ahaha. Wat? Zijn nog letterlijk noobs? Zijn nog letterlijk noobs tegen ons? Maar joh, we hebben letterlijk een Mustang, mensen. Letterlijk een Ford Mustang gekregen. Maar die zijn gewoon op noobs tegen ons. Waarom zijn een van de beste criminelen ter wereld? Oh, dat was die crimineel machine met het meeste geld die er. Oh, ah. Ja, inderdaad. En die zijn letterlijk noobs tegen ons. Ja. Waarom maakt het uit? Waarom gaat hij zo traag? Maar joh, maar we hebben letterlijk een Mustang gekregen. Oeh, daar is een crimineel. Allee, doe maar vooruit, helikopter. Ja, je weet dat mijn helikopter ook trager vliegt. Oeh, diamantenwinkel. Juwelenwinkel. Kom maar aan. Blok. Korzel. Ah, kom op. Als dat niet was nodig. Ik heb de helikopter even inlokt. Laat ik even met wapen nemen. Maar. Ah! Er stond dat ik een helikopter nog. Even de Mustang nemen. Ik zat er helemaal zo alleen. Ja, ik kan dat niet meer rijden. Speed gaat hij anders weg. En dan wil ik niet dat hij weggaat, ik wil dat hij best staan. Oh, gaat sowieso ze binnen buiten komen. Hij gaat sowieso ze binnen buiten komen. Nou, deze mensen, als het gelukt of niet gelukt is, stopt met filmen, want dan duurt het veel te lang en dan weet je wat er gebeurt. Wat heb je? Want eigenlijk kan het snel zijn. Begat hem. Hey, ja, die hackt. Die hackt. Dude, je hackt. Dude, je hackt. Stop een hack. Zo snel kan je een man nu lopen in jailbreak. Al die jaren dat ik hier speel.